Roger van Geluwe heeft na zijn aftreden als bisschop geld gestort aan een slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk. Dat schrijft het weekblad Humo op zijn website en het is ons ook bevestigd. De vrouw is geen slachtoffer van Van Geluwe zelf. Ze werd misbruikt door een priester van het bisdom Brugge die intussen overleden is. Roger van Geluwe stortte op 6 april 75 euro op de rekening van de vrouw met de vermelding Zalig Pasen. En op 11 mei ook nog eens met de toevoeging Zalige Hoogdag. Op dat moment had ex-monseigneur van Geluwe zich al teruggetrokken in de abdij van West-Vleteren.